Maar die glim, je hoorde dat volk Jan Putting wegging. Gelijk een telefoontje naar Medeblik van jongens, ik kom. Nee, zo is het niet gegaan, Bert. Ik zat op mijn werk op een vrijdagochtend. Toen belde een hele goede vriend van mij. Die is ook teammanager, Douwe Thijsseling. En die gaf aan dat Volkert Jan donderdagavond had besloten om te stoppen bij FC Medeblik. En of ik wat kon betekenen voor de club. Zo is het gegaan. En toen zei je ja. Nou, ik zei niet gelijk ja, want ik, zoals je weet zit ik volgend jaar ook bij DWOW. En ik heb gelijk gezegd, als DWOW daar niet aan mee wil werken, dan houdt alles op. En uiteraard ook met mijn vrouw besproken, hoe die erin zat. Oh, je vrouw is ook druk met de zaak natuurlijk. Ja, klopt. En die werkt altijd op zaterdag, dus dat kwam allemaal wel goed uit. En DWOW wou meewerken, dus prima. Hey, en hoe heet het, Medeblik, ja, die selectie die is er niet zo erg van overtuigd om op zaterdag te gaan voetballen. Hè? Nee, het heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Er is wat discussie over geweest en ja, er zijn ook jongens die afhaken omdat het op zaterdag is. Maar ja, dat hou je toch. En ja, ik kijk liever nu vooruit. We zijn erin gestapt met twee andere trainers en we gaan de kar trekken. Hey, wie zijn er afgehaakt? Nou, ik heb niet de precieze stand, maar er zijn wat jongens die gaan naar VVW en er gaat er nog eentje naar Spartaan en eentje naar LSVV. Dus ja. LSVV, waarom helemaal naar LSVV? Nou ja, die heeft daar een meisje ook in het dorp en daar zijn wat contacten geweest. En ze hebben natuurlijk ook best wel een teleurstellend jaar gehad met elkaar. En ja, als je degradeert, dan krijg je dit soort bewegingen en dan krijg je ook een beetje een sneeuwbaleffect. Dan moet ik wel zeggen dat we op zich nog wel een aardige selectie overhouden. En we zijn ook bezig om het aan te vullen dat we wel met een eerste en tweede kunnen voetballen in de selectie. Waar haal je die selectie dan vandaan? Nou ja, we hebben hier intern natuurlijk wat jongens lopen. En er komen wat leuke talentvolle A-junioren door of onder 19 spelers. En daar gaan we het mee doen. Ja, zaterdag, een heel andere competitie. Zit er een duidelijk verschil tussen de zaterdag en de zondag? Nou, zoals je weet ben ik ook 3 jaar trainer geweest bij een echte zaterdagclub, Open Does. En ik moet zeggen, in het begin moest ik er heel erg aan wennen, van zondag op zaterdag. Maar uiteindelijk is de beleving natuurlijk, je traint met elkaar en je wil gewoon een goede wedstrijd spelen. En dat maakt dan niet uit of het op zaterdag of op zondag is. Jullie gaan horizontaal door, hè? Je gaat naar de derde klas, hè, op zaterdag. Ja, ze gaan naar de derde klas, of wij, omdat ze gedegradeerd zijn. Ja, je gaat horizontaal door, klopt. Dan had je gedacht, ik heb gesolliciteerd ook bij DWOW, ook een derde klasser club. Maar ja, die ging voetballen voor degradatie of behoud in de derde klasse. Nou, zoals het er nu uitziet, ziet het er niet zo rooskleurig uit. Nou ja, ten eerste heb ik niet echt gesolliciteerd daar. Ik ben echt door hun benaderd. Ze hebben het heel serieus aangepakt. En op het moment dat ik met ze in gesprek was het gewoon een derde klasser die het moeilijk had. En het is nog steeds zo, ze hebben zondag een belangrijke pot. Maar ja, ik heb daar voor de rest geen invloed op. En ja, ik hoop dat ze derde klasse blijven. En als dat niet zo is, dan gaan we in de vierde klasse proberen de schade weer te herstellen. Terugkomend op FC Medeblik. Ja, het was eigenlijk toch vooruitstrevend om op zondag te blijven voetballen. Toen ze gingen fuseren met DEC. Toch zijn ze teruggegaan naar de zaterdag. Waarom eigenlijk? Nou ja, ze zijn eerst begonnen, dat FC Medeblik, dat er gefuseerd was, zijn ze begonnen met en een zaterdag en een zondagselectie. Nou, dat bleek niet haalbaar. Toen is de keuze naar zondag gegaan. En ja, het heeft ook denk ik met vrijwilligers te maken. Je moet, als je twee dagen in het weekend speelt, moet je ook mensen hebben die er zijn. En dat is een maatschappelijk probleem, dat wordt overal lastiger. Dus ook bij Medeblik. Want in het begin op zondag, nou, de scoren ze toch groot. Dus bijna naar de tweede klasse. Ja, dat haalden ze dan net niet. Ze hebben tweede klasse gespeeld. En dan degradeerden ze naar de derde klasse. Ik denk, nou ja, ze blijven toch wel een beetje meedoen met deze competitie. Ja, nou ja, dit is de keus geweest. En ja, daar stond ik ver vanaf, want ik zat natuurlijk bij een andere club. En ja, dat is besloten. En wij gaan gewoon kijken hoe het op zaterdag gaat bevallen. We gaan een doorstart maken. En hopen dat het aanslaat. Een beetje sceptici zeggen, nou, die Martin Glim, dat redt hij nooit. Zaterdag en zondag. Want dat gaat hij samen. Nou, er zijn sowieso hele goede afspraken over gemaakt. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat DWOW, dat is eigenlijk de hoofdprioriteit.
En we hebben hier geregeld dat de trainingen gaan niet op dinsdag en donderdag plaatsvinden, maar op maandag en donderdag. Dus dat houdt in dat ik maandag erbij ben in een ondersteunende, adviserende rol. En de zaterdag, ja, dat is voor mij veranderd er niet heel veel. Ja, wel dat je erbij moet zijn en dat je dus met een wedstrijd bezig moet zijn. Maar ik ging eigenlijk altijd al met mijn jongste zoon door heel Noord-Holland voetbal kijken. Dus qua tijd valt het mee. Ja, oké, het kost wat energie, maar dat gaat lukken. Ja, dus avonden was natuurlijk toch wel een inbreuk in je privacy. Wat zei vrouw lief erover? Nou, mijn vrouw is gelukkig ook heel sportmijndend, want anders kan je dit gewoon niet doen. Ik vraag ook elk jaar als ik wegga of verleng bij een club, mag ik door? En dan zegt ze volmondig ja. En hier heb ze ook ja op gezegd, dus ze weet wat er te wachten staat. Maar het houdt wel in dat de avonden die we vrij zijn, dat zal dan meestal de vrijdag en de woensdag zijn, dat je dan wel tijd en aandacht aan je vrouw moet besteden. Ja. Je hebt bij de Valken gezeten, nu de laatste keer bij Strandvogels. Hoe heb je Strandvogels achtergelaten? Nou ja, we hebben vorig jaar natuurlijk waren ze gepromoveerd naar de derde klas door één wedstrijd te spelen tegen Winkel. Nou, daar hebben we echt hele goede wedstrijden gespeeld. Helaas gedegradeerd. Nou, dit jaar zijn we net, de na-competitie hebben we net niet gehaald. Op zich een prima seizoen, we hadden ook wel wat blessures. Is het een beetje wrang dat jullie net die promotiedegradatie haalden? Nou ja, kijk, uiteindelijk eindig je waar je thuis hoort. Kijk, we hebben op een gegeven moment in een uitwedstrijd tegen Mok hebben we heel slecht gevoetbald, dus die verloor je ook. En KGB thuis kwam je 2-0 achter. Ja, als je die gewoon wint, dan had je gewoon had je na-competitie gehad. Maar ja, je krijgt wat je toekomt, hè. Heb je ook nog een beetje gevolgd de wedstrijd Sint-Joris tegen de Valken? Sint-Joris tegen de Valken, tijdens het seizoen. Je bedoelt met de scheidsrechter. Nou ja, ik heb natuurlijk bij Valken nog goede contacten. En ik heb ook contact met Frank Kanijn van Sint-Joris. Ja, ik ben er niet bij geweest, dus ik kan niet zeggen of die kaarten terecht zijn. De kaarten zijn allemaal geseponeerd. Oké, okay, nou, dat is apart. Heel apart. Dus er zit daar toch wel een diepere achtergrond achter. Dat denk ik ook. Het leuke is wel dat Valken nog na competitie speelt voor promotie tegen Rood-Wit-Zaanstad. Dus, Oosthuizen. Ja, ze hebben nog een kans, dus dat is mooi. Hey, zondag speelt dan Spirit 30 tegen DWW. Je gaat wel kijken. Uiteraard. Ik heb afgelopen weekend ook gezien tegen Hollandia T. En dat ging gelukkig goed. Heel bijzonder dat er eentje invallen, die maakte de drie. Die speelt normaal in een lager team, dus dat was heel mooi. En zondag moeten ze nog één keer aan de bak. En ja, nogmaals, ik hoop dat ze erin blijven. En ik ga kijken en daarna als een speer naar huis om het Nederlands elftal te kijken. Hey, FC Medemblik, dan op de zaterdag. Hoe is de indeling? Weet je dit ongeveer wel een beetje? En wil je ook dan echt hier in de West-Friese omgeving? Nou, het probleem is dat hier in West-Friesland niet zoveel zit in die zaterdag derde klas. Andijk komt erbij. Dus ik geloof dat wij in de derde klasse A willen spelen. Dan heb je ook EVC en HCC en Rijgenboys. Dus dat zijn clubs in de buurt. Maar voor de rest zit je richting de IJmond. En als je naar 3B gaat, dan moet je nog verder weg. Dus de voorkeur heeft 3A. Dat gaat ook ingediend worden vanuit de club. En dan heb je in ieder geval een mooie derby tegen Sporting Andijk. Hoe heet het? Ja, er zit er wel te verwachten dat er misschien nog in de toekomst dat je een hele vermenging krijgt, hè? Zaterdag en zondag. Nou, ik denk dat het eraan zit te komen. Je hebt nu al vanaf de eerste klas is het gemengd. En ik denk dat het er naartoe gaat dat het weekendvoetbal wordt. Dus dat betekent dat je in de vierde klas zondag ook tegen vierde klasse zaterdag gaat voetballen. Dat het gemengd wordt. Ja, want dan zou je misschien in de problemen kunnen komen met DWOW en FC Medemblik volgend jaar als je nog een seizoen bijtekent. Nou ja, kijk, ik heb met DWOW een contract voor een jaar met de intentie om daar langer te blijven. Want dat wil ik altijd bij een club. En Medemblik heb ik in principe een afspraak voor dit seizoen om ze uit de brand te helpen. Ja, je weet nooit hoe het loopt. Dus ik ga niet te ver op de zaken daarin vooruit lopen. Hey, FC Medemblik, je zei het al, wat jeugd komt erbij. Hoe groot is je selectie? Nou ja, we zijn dus nog bezig om het puzzeltje rond te krijgen. Maar het ziet er nou uit dat we gewoon met twee elftallen, dus zeg maar een mannetje of 32 qua spelers, een selectie krijgen. En daar kunnen we prima mee werken om een eerste en een tweede samen te stellen. Ja, je moet toch bij blessures, bij schorsingen, moet je toch wel aanvulling hebben. Klopt. En we krijgen ook nog een paar onder 19 teams. Dus daar gaan we ook een samenwerking mee aan om gewoon de boel weer op de rit te krijgen met elkaar. Heb je ook nog invloed gehad bij de jeugdtrainers? Nou, ik hou me voorlopig even bezig met het hele selectiegebeuren. Bij DWOW ben ik ook bezig om daar ondersteuning te verlenen, ook aan de jeugd.
En het is ook leuk om te doen. Dus dat is voorlopig wel even genoeg, denk ik. Was je verrast dat vorig jaar Jan zei van ik stop ermee? Nou ja, ik weet niet of ik daarvoor door verrast werd. Ik was wel verrast, maar ja, ik weet niet wat er leeft of wat er speelt en hoe hij zich voelt. Kijk, je stopt niet zomaar, dus dat heeft zijn redenen. Hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor de degradatie. Ja, maar ik denk niet dat een trainer daar alleen verantwoordelijk voor is. Het is altijd een samenwerking tussen de staf, de spelers, het bestuur, noem het maar op. Ja, en dat hij zich verantwoordelijk voelt, dat begrijp ik, want dat zou ik zelf ook hebben. Maar ja, het ligt nooit aan één persoon. Dan gaan we met de schone lei beginnen bij FC Medelijk op de zaterdag derde klas. Helemaal goed.